Onze samenleving is dermate soft geworden, of toch zeker het beleid, hè, want de burger die denkt er natuurlijk vaak het zijne van, is dermate soft geworden dat men eigenlijk veel meer inzet en rekening houdt met de reïntegratie van de daders dan met het leed van de slachtoffers en met de misdaden die werden begaan. En dat moet gewoon omgekeerd worden. Mensen hebben zeer vaak het gevoel, nabestaanden, vrienden van slachtoffers, dat ze zeer onrechtvaardig werden bejegend en dat er inderdaad meer oog was voor de dader en de tweede kansen die hij of zij moet krijgen dan voor het slachtoffer. En die straffen moeten dus hoger. Maar laat mij toch nog één ding benadrukken. Machiel heeft terecht opgemerkt dat het ook heeft te maken met, ja, laat ons zeggen, het steeds voller worden van ons land, van onze steden, en dat mensen ruimte nodig hebben. En dat klopt natuurlijk. Maar laat ons toch wel wezen, als er rellen zijn, en die zijn er steeds meer op regelmatige basis, hè, als Marokko heeft gevoetbald, als het oudjaar is, als het zomer is in de recreatiedomeinen en er wordt gereld en er worden misdaden gepleegd, criminele feiten, er is overlast, dan zijn dat altijd dezelfde groepen. Dat gaat niet over Chinezen, dat gaat niet over Joden of Hindoes, dat gaat niet over katholieken, dat gaat over jonge moslims. En dus is er een heel belangrijke cultureel-religieuze factor mee gemoeid die we niet onder de mat mogen vegen en die dus ook een sterke link heeft met het beleid van massa-immigratie dat echt wel moet stoppen. Waar komt het geweld vanuit jongeren ineens vandaan? In de rap scene wordt het al jaren opgehemeld. Kemal Geert Wilders, mijn vader, Tallah. Ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik weet ze wil me aandacht. Ja, boem. Dit is een filmpje al van heel wat jaar geleden. Maar in het begin werd daar toch nog een beetje lacherig naar gekeken. Dat was ook grappig. En die jongeren, ja, een beetje iets edgy of over de rand moet soms kunnen. Zien we nu gewoon de wrange gevolgen daarvan? Dit is niet één oorzaak dat deze jongens dit doen. En, of deze jongeren, hè, moeten we zeggen tegenwoordig, politiek correct. Ja, waarom eigenlijk? We moeten niks. Nee, we moeten namelijk helemaal niks, was mijn tweede zin. En ik heb bij mijn eigen dochters op school gezien dat in een Kurgenwijk in Den Haag er al drugsdealertjes rondliepen van 12, 13 jaar. En dat die ruzie hebben onderling op het schoolplein. Dat zijn ook kleine dingetjes. Het geweld, drugs, drank, het wordt steeds jonger, steeds vroeger, steeds eerder. En daar zit, nogmaals, het is voor mij een signaal van een maatschappij in verval. Een symptoom van een maatschappij in verval. En we moeten inderdaad, wat de heer Beertema zei, wat Sam daarnet zei, massa-immigratie moet sowieso stoppen. Er moet een hele dikke rem moet daarop. En ik denk dat het daarom goed is dat het kabinet wat in de verf staat, dat het er komt. Dat er in ieder geval een eerste stap gezet kan worden. Want we hebben geen ruimte meer. Laat mensen weer eens wat lucht onder de oksels hebben. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.